Waarom krijg je niet altijd wat je wilt? Vanuit Café Lokaal in Antwerpen. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Waarom krijg je niet altijd wat je wil? Ongetwijfeld een levensbelangrijke vraag. Kan het onderscheid maken tussen gelukkig en niet gelukkig zijn? Maar wat jullie natuurlijk vooral nu bezighoudt, is wat kan de wiskunde daar betekenen? Wiskunde heeft immers dikwijls het verwijt gekregen van te abstract. Dat is een beetje een raar verwijt. Het is een bal verwijten dat hij rond is. Maar ook dus wereldvreemd en te moeilijk door die abstractheid. Nou, wereldvreemd. Het is wel zo dat wiskundigen vinden dat de werkelijkheid een iets te overschat begrip is. Maar te moeilijk. Het is juist dat abstracte dat de zaken vereenvoudigt. De problemen worden eigenlijk ontdaan van hun irrelevante details, van hun misleidende context, zodat je tot de kern doordringt van het probleem. En je hebt een mooie, elegante formulering die dat bovendien een elegante oplossing heeft, die kan gerecycleerd worden en toegepast op andere problemen. Dus waarom wiskunde elegant en duurzaam? Oké. En we gaan dat nu illustreren met een probleem. We gaan een antwoord geven op onze vraag. En het gaat een verrassende eenvoudige methode zijn, een verrassende eenvoudige antwoord. Maar tegen onze filosofie in gaan we toch even terugkeren naar een voorbeeld. Omdat misschien niet iedereen onmiddellijk geoefend is in abstract denken. En we keren terug naar een eenvoudig, door de week Belgisch gezin. Een eenvoudige zondagochtend met vader, moeder, Jo, Lu, Fee. Vader, moeder, drie kinderen. En helaas heeft iemand van de vijf op zondagochtend beslist om vijf verschillende koffiekoeken te kopen, die we voor het gemak hier genoteerd hebben met een chemisch symbool. Voor de mensen die dus de chemische symbolen niet begrepen hebben, die waarvoor de tabel van Mendeleev misschien al ver in het geheugen zit, dus de pu in kwestie is de bekende puddingkoek. Ja. En de fre is bijvoorbeeld frangipan. Nu, u kent het probleem, niet iedereen lust alles. Dus iedereen heeft een voorkeurslijstje en dat is hier eenvoudig voorgesteld door verbindingen. En u ziet dat bijvoorbeeld Jo heel selectief is, maar Lu lust wel drie koffiekoeken. Ook Ma lust drie koffiekoeken en zo verder. Nu, we gaan niet flauw doen, we gaan geen koffiekoeken in twee doen. Dus we gaan volledig voor onze keuze. En de bedoeling is nu dat iedereen een koffiekoek krijgt van zijn keuze. Dat dus ook niemand twee koffiekoeken krijgt. Omdat het ook het aantal koffiekoeken hier juist mooi overeenkomt met het aantal gezinsleden, zal er ook geen koffiekoek overblijven. En dat noemen we in wiskunde een matching, zoals u hier ziet op de slide. Dus onder de bestaande verbindingen gaan we bepaalde verbindingen blauw kleuren. En dat is een matching als die blauwe verbindingen inderdaad beginnen in elk van de vijf gezinsleden en nooit naar eenzelfde koffiekoek gaan. Dus eenzelfde koffiekoek wordt niet aan twee mensen toegekend. En er zijn ook geen twee verbindingen die vertrekken vanuit een gezinslid. Er is niemand die meer dan één koffiekoek krijgt. Je noemt een koppeling, een matching. En het is dat wat we hier eigenlijk zoeken. En we hebben een oplossing, dus eigenlijk de titel is een beetje verkeerd. Dus soms krijg je wel wat je wil, maar je kan wel intuïtief begrijpen. Ik weet het uit ervaring. Het is niet altijd zo mooi hier waar dat toevallig ontbijtvriendelijke lijstjes. Maar het kan wel ook anders lopen. Ja, ik wil hier toch even tussenkomen, want ja, zeker, zeker. We geven uiteindelijk als u vergeet. Mijn collega heeft een iets wat idyllisch beeld van de wiskunde. Wiskunde is blijkbaar geassocieerd met koffiekoeken. Dat is niet echt natuurlijk zo. Dus ik ga het ineens wat abstracter maken. Waar we hiermee bezig zijn, de figuur die u ziet, zou je kunnen omschrijven als een bipartite graaf. Ja. Nu zijn we echt theoretisch aan het doen. We zitten in de graventheorie. De graventheorie houdt zich bezig met, je ziet het op de tekening, eigenlijk een aantal knooppunten en verbindingen tussen die knooppunten. En dit is een bipartite graaf. Wat betekent bipartiet? Wel, die bestaat uit twee stukken. Je hebt het linkerstuk en het rechterstuk. En de verbindingen mogen in dit geval alleen maar van links naar rechts of omgekeerd lopen. Dus dat is een bipartite graaf. Nu, behalve het voorbeeld dat we nu gegeven hebben, zijn er nog een heel deel andere voorbeelden waar matching bij komt kijken. Een typisch voorbeeld dat erg in de actualiteit is, is bijvoorbeeld het voorbeeld van de schoolkeuze. Dat is niet meer zo simpel als vroeger. Als dat
Als ze hun kind naar een bepaalde school willen sturen, dan moeten ze een voorkeurslijstje van scholen opgeven. En uiteindelijk wordt er dan op basis van een zeker algoritme beslist in welke school de kinderen terechtkomen. Dat is een ander voorbeeld van een matchingprobleem. Leerlingen worden gematcht met een school. Er zijn complicaties mogelijk. De leerlingen, of de ouders tenminste, mogen zelfs voorkeuren weergeven. Dus we hebben liever die ene school dan die andere op hun lijstje. Dat compliceert de zaken. Het kan nog complexer. De scholen kunnen voorkeuren opgeven. Die kunnen zeggen, ja, ik heb liever die leerling niet, want die woont te ver af. Dat zijn allemaal complicaties, maar die horen eigenlijk thuis in hetzelfde studiegebied. Ja? Oké. Wij gaan het niet gecompliceerd maken. We gaan verder met een ander voorbeeld, waar het heel duidelijk is, even duidelijk als bij de ontbijtkeuze, maar we willen nu even niet meer over koffiekoeken horen. Zoals bij de ontbijtkeuze, we gaan het nu hebben over de partnerkeuze. Stel, we zitten in een zeer eenvoudige situatie. We hebben in dit geval 6 vrouwen. En die 6 vrouwen, die hebben... Er zijn ook 6 mannen. Ja. We gaan het gemakkelijk houden. We gaan het klassieke model gebruiken. Die 6 vrouwen hebben een aantal voorkeuren wat betreft die 6 mannen. En die kunnen die voorkeuren aanduiden. Op de grafiek ziet je de aanduiding. En ik merk op dat deze manier van voorstellen iets duidelijker is dan de manier van voorstellen van daarstraks. Met die Venn-diagrammen en die pijlen en zo, dat werd wat ingewikkeld. Hier is het tamelijk duidelijk. Dus horizontaal de mannen. De vrouwen hebben een voorkeur opgegeven voor de mannen. En kijk eens even naar die grafiek. Je ziet blauwe hartjes oplichten en dat is een oplossing van het probleem. We hebben een matching gevonden. Als je goed kijkt, dan zie je inderdaad dat elke vrouw zo gekoppeld is aan een man. En je kan dat iets beter zien als we dan de rijen waarin dat die blauwe hartjes voorkomen nog een beetje wisselen. Zodanig dat ze op een diagonaal komen te liggen, dan zie je direct op elke rij en in elke kolom is er 1 blauw hartje en dus is er een perfecte koppeling gebeurd. Ja, nu merken we wel op dat opnieuw iedereen krijgt wat of wie hij wil. Maar opnieuw voelen we aan dat dat niet altijd zo is. Dat dat misschien hier eerder een gearrangeerd voorbeeld is voor jullie met vrouwvriendelijke lijstjes die niet in conflict komen met elkaar. Nu, we gaan even inzoomen op problemen die kunnen ontstaan. En we nemen een eenvoudig geval. Dus soms zijn lijstjes heel duidelijk in conflict met elkaar. Ik kijk nu naar 2 vrouwen. Ik noem die voor het gemak A en B. En stel dat die heel kieskeurig zijn en van die 6 mannen maar 1 man aanduiden en allebei dezelfde, uiteraard... Wat die andere vrouwen ook kiezen, een matching zal niet mogelijk zijn, omdat de vrouwen A en B niet allebei kunnen bediend worden, omdat zij maar 1 man hebben gekozen. Dus het is duidelijk, die 1 man, dat is te weinig voor die 2 vrouwen. Misschien een iets uitgebreider voorbeeld. Dat is, hier zien we 3 vrouwen. Maar als we dan gaan kijken naar het aantal mannen op hun gezamenlijke lijstjes, als je die 3 lijstjes samenvoegt, zie je dat zij eigenlijk allemaal voor man 3, het zij voor man 4 gekozen hebben. Dat zijn nu 2 mannen. Dat is al iets meer dan er juist. Maar dat blijft te weinig, omdat die 2 mannen op de lijstjes komen van 3 vrouwen. Dus een matching, ook al zou je het volledige diagram zien met de andere vrouwen, gaat in problemen komen, omdat dit duidelijk een obstakel is. Nog een voorbeeld, we noemen dat eigenlijk allemaal telconflicten. Dat zijn eenvoudige conflicten. Dat er eigenlijk te weinig mannen zijn voor de vrouwen. Dus daar is het duidelijk dat het niet kan. Heeft er iemand hier misschien? Ziet er iemand hier een conflict? Ik dacht dat iemand had afgesproken, het antwoord. A, C, D en F. Kijk naar die 4 vrouwen. A, C, D en F. Dat zijn 4 vrouwen, maar kijk naar die mannen die ze gekozen hebben. Dat zijn mannen 2, 3 en 6. Dat zijn weer 3 mannen, weer te weinig voor 4 vrouwen. Weer een eenvoudige telobstructie. Dus het gaat niet. Je ziet wat er gebeurt. We hebben de andere vrouwen geschrapt om het duidelijk te maken. Bij die 4 vrouwen is er een telconflict. Nu gaan we zeggen van ja, dat zijn wel eenvoudige conflicten. Die kunnen we op zich zien. Wellicht bestaan er wat ingewikkeldere conflicten, dat die lijstjes op een of andere manier toch niet compatibel zijn met elkaar. En als je begint met de toewijzing, dat je op het einde toch altijd met problemen zit. Nu, in 1935 heeft Philip Hall een stelling bewezen
dat dit de enige mogelijke conflicten zijn die je kunt hebben. We hebben de oorspronkelijke versie gegeven. Je ziet daar een x en een y staan. Dat is weer een bipartite graaf. Dat dus geen vrouwen elkaar kiezen, geen mannen, maar alleen verbindingen tussen de twee groepen. U ziet daar ook W, dat is een deelgroep van vrouwen. Die streepjes betekent het aantal vrouwen. Die moet minstens zoveel zijn als de NW, dat zijn de nodes, de knooppunten die in verbinding staan met die vrouwen. Die moeten dus minstens in aantal zoveel zijn als de mannen op hun gezamenlijk lijstje. Anders, als die W in absolute waarde kleiner is dan absolute waarde NW, dan hebben we een telconflict. Dan gaat het niet. Maar de kracht van deze stelling die zegt, als je geen, het is een if and only if, als je geen conflict hebt, kun je wel altijd een oplossing vinden. Het is wel een existentieel bewijs. Je zegt niet hoe, maar gegarandeerd is er dan wel een matching mogelijk. Dus we hebben op een duidelijke wiskundige manier blootgelegd wat de problemen zijn, enkel die problemen, om iedereen te geven wat of wie hij wil. En dit is dus de echte wiskundige stelling. In mensentaal klinkt het anders. Ja. Het is dus zo, in het geval van de partnerkeuze, dat als voor elke deelgroep van vrouwen het aantal mannen dat in hun collectieve lijstjes, voorkeurslijstjes voorkomen, groter is dan of gelijk aan het aantal vrouwen, dan heb je 100% zeker een matching. Meer moet je niet hebben. Dus als je geen telconflicten hebt, is het altijd goed. Als je geen situaties hebt zoals dat van mij juist, is het altijd goed. Oké. We willen beëindigen met een klein voorbeeldje. Het is een soort souvenir die je kan meenemen naar huis. Je zou kunnen zeggen, we eindigen met een goocheltruc. Het is niet echt een goocheltruc, maar het houdt een verband mee. Je neemt een spel kaarten met 52 kaarten. Ja, je mengt dat spel kaarten goed door elkaar. Ja, en dan verdeel je de kaarten in 13 groepjes van 4. Dat is hier gebeurd voor jullie. Dat is geen trucage mee gemoeid. Het is allemaal echt gemengd geweest ooit. Ja. Dus 13 groepen van 4 kaarten. De vraag is de volgende. Je mag uit elk van de 13 groepen 1 kaart selecteren. En de vraag is of je dat zo kan doen dat die 13 kaarten die je dan uitgehaald hebt, dat dat echt 13 verschillende waarden zijn die kaarten kunnen aannemen. Dat betekent aas, 2, 3, 4 tot en met heer. Ja? Kan je uit die 13 groepjes van 4 kaarten er telkens 1 selecteren zodanig dat die 13 kaarten die je dan uitgehaald hebt de 13 verschillende waarden hebben. Naar kleur moet je niet kijken, je moet alleen naar de waarden kijken. Het antwoord voor de stelling van Hall is altijd ja. Dat kan altijd. Ja, ik laat jullie even nadenken over dat resultaat. Dus we hebben dit niet gefabriceerd. Nee. Dit is willekeurig. Dit is real life. Ik geef toe, er komt dat ongeloofwaardig over, omdat het hier al op het bord hangt, maar... Nu geef ik toe, we kunnen het vereenvoudigen. Als het vereenvoudigen wordt, veel duidelijker dat het kan. Neem gewoon de 13 klaverkaarten. In plaats van die 13 groepjes van 4, nemen we de 13 klaver en we vragen dan hetzelfde. Kan je dan uit elk... Ja, oké. Dat is tamelijk duidelijk dat dat dan lukt. Maar bij 13 groepen van 4 gaat dat ook. En je kan ook al eens kijken hoe je dat zou doen. Ik moet ook even kijken, feitelijk. We zullen ze in volgorde eruit halen, proberen eruit te halen. Dus Hall zegt dat het kan, maar zegt niet hoe het kan. Dus Paul is nu aan het denken en aan het backtracken. En... Die blijft niet plakken. Ja, zit je anders dan mij? 1. Oké. 2. 3. 4. 5. 6. 7. En uit ieder hoopje 8, mag maar 1 kaart genomen worden. Ik kom 9, er niet in begrijpt. De 10. De boer. De dame. En de heer. En nog wat overschot van kaarten. En dat lukt dus altijd. Wat de volgorde ook was van de kaarten. Je kan je afvragen, hoe vind je die dan? Dat is een andere kwestie, maar ook dat is iets waar wiskundigen niet echt in geïnteresseerd zijn. Er is een oplossing, dat is het belangrijkste. En wat de volgorde van de kaart ook was in het begin, er is altijd een oplossing. Nu, dat komt omdat je de stelling van Hall hier kunt toepassen. Je kan dat vergelijken, ieder hoopje kan je vergelijken met een voorkeurslijstje van een vrouw. En de 13 numerieke waarden van een kaartspel, dus van aas tot meneer, zijn de 13 mogelijke mannen. Maar in dit geval zijn alle lijstjes even lang, namelijk 4. Hè, hoopjes van 4.
En iedere man, bijvoorbeeld nummer 7, komt ook juist 4 keer voor. Dat komt omdat er 4 zevens zijn in een kaartspel. Er kan dus nooit een telconflict zijn. Bijvoorbeeld in dit voorbeeld. We nemen 3 hoopjes, dat zijn 3 vrouwen, we nemen nu een gezamenlijk lijstje. Dat kan niet dat er in die 3 lijstjes 2 mannen zijn of minder. Dus minder dan 3 vrouwen, dan die 3 hoopjes. Want mannen zijn numerieke waarden. En bijvoorbeeld als je de mannen 7 en 8 neemt, die zijn in totaal maar met 8. Ieder kaart bestaat maar uit 4. Iedere waarde bestaat maar uit 4 kaarten. Je kunt moeilijk met 8 kaarten 3 hoopjes van 4 maken. Dus eigenlijk kun je gemakkelijk zien dat door de structuur van het kaartspel hier geen telconflict is. En daarom werkt deze kaarttruc altijd. Nu, we willen zeker niet de indruk geven dat we met dit college jullie methoden hebben gegeven om altijd te krijgen wat je wil. Maar stel dat je op een gegeven moment inderdaad pech hebt en je krijgt niet wat je wil, heb je nu tenminste toch een excuus. Je kunt zeggen, ja, dat is door de schuld van de stelling van Hall. En dan moet je je dan misschien iets minder een loser voelen, want je kunt er niet aan doen.